otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Goedemorgen. Goedemorgen. Sunshines. Hey. Wat een weer, hè? Gewoon warm. Lekker de zon die schijnt heel fel, hè? Zonnebril nodig. Oh ja. De kruiwagen staat er buiten. Oh. Ja. Dat staat er goed. Ja. Zal ik toch mijn pikken hier? We gaan naar boven. Naar? Naar? Hazelino, Paco. Kijk. We hebben allemaal spullen mee. We gaan eten koken, hè? Ja, en niet zomaar eten. Een nieuwe gerechten ontwikkelen. Ja, en dan een beetje in de Nederlandse stijl. In de Spanish country. Mogen we het ook opeten? Ja, we mogen het ook opeten. We moeten wel proeven eerst natuurlijk. En Daniel die gaat super mooie foto's ervan maken. Foto's. En filmpjes. Filmpje. Vlog. Zodat Paco dat ook voor zichzelf kan gebruiken. Ja, een soort van productvideo. Dat ik kan zien van hoe je hoe je kan bestellen en hoe die het dan komt brengen. Ja. En hoe netjes hij het maakt. En, maar dan moet je straks ook even live met hem meegaan als hij gaat afleveren. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat is leuk. Ja. Als je dit vanmiddag gaat doen. Ja. Dat kan je zien. Dat gaat hij om 1 uur doen. Dus, ja. Nou, laten we eens naar Hazelino toe gaan. Ja. Zo. Ja, daar is hij. Hoi. Buenos días. Ja, buenos días. ¿Qué tal? Dime. Wanneer komt er aan? Gaan we er even verrassen. Ja, daar komt ze aan. Doen we net of we het niet zien. Daar komt ze. Hola! Hallo! ¿Qué tal? Eso. Vamos a hacer comida holandesa también hoy, ¿o no? Escúchame. Sí. Luego te lo digo. Vale. Paco krijgt allemaal bestellingen binnen. Oh, ja. Buenos días. Kijk hier, team Rutte zit aan tafel. Die zijn druk bezig allerlei dingen aan het doen. Jongens, we gaan ontbijten, zegt Paco. Oh, hallo. Want dat is de gewoonte, hè? Voordat je aan het werk gaat en het druk wordt. Buenos días. Gaan we eerst natuurlijk even ontbijten, koffie en een dingetje erbij. Hoe lekker is dat? Twee voor twee ontbijt. Ja, nou ja, zo gezellig. Paco is Flikkelo, porque nosotros hemos dicho en internet que tú tienes que tener operar a la nariz. Claro, porque yo tengo apnea de sueño, entonces me operé y como en esa recuperación pues se me presentaron las cornetas. Sí, Paco die heeft... Ik zal het even vertalen. Paco die heeft dichte slijmvliezen. En daar wordt hij de 23e aan geopereerd. Dat is ook voor operatie trabajar. En dan kan hij weer slapen. En dan kan hij ook weer goed werken. Dat kan hij nu dus niet, want dan slaapt hij en dan vergeet hij adem te halen. En dan wordt hij 's morgens ook wakker met een heel dik hoofd. Dus hij krijgt niet goed, jullie horen het, hij krijgt niet goed lucht. Dus we hopen snel dat het de 23e is en dat hij dan heel snel weer op. Enero perfecto. In januari is hij weer helemaal perfect, zegt hij. De reden dat we dus vandaag naar Hazelino zijn toegekomen, is omdat we dan vandaag Paco gaan helpen met het voorbereiden van de saté. En de gehaktballen hutspot. Hutspot. En ik ga een paar mooie video's schieten met de camera. Ja, en jij gaat natuurlijk helemaal als de borden opgemaakt zijn, dus maak je het gerecht niet fotograferen. Precies, ja. Want daar ben jij natuurlijk goed in. Ja, want hij doet natuurlijk dus nu een soort van thuisbezorgd. Hij brengt bij de mensen langs, want hij mag ook niet afhaal doen. Dat mag dus ook niet hier. Dus we gaan mooie video's maken voor de mensen die dan dus thuis zitten, voor internet, op social media, dat ze kunnen zien hoe het wordt gemaakt, wat het is en wat er allemaal is. Ja. En hoe schoon alle dingen worden bereid, volgens alle maatregelen. Dus daar gaan we Paco vandaag even mee helpen. Ja, een collega voor. We waren eigenlijk net gaan beginnen met filmen. Ik had de camera helemaal ingesteld en klaar. Gaan we dus eerst nog ontbijten. Nou, we hebben net al ontbeten. Maar hij zegt, we gaan eerst nog ontbijten. Nou ja, prima. Tweede ontbijt. Geen probleem. Vind je niet erg, hè, zo'n tweede ontbijt? Ik kan hier wachten. Heb je gezien die koffiemachine hier? Die moeten we eigenlijk thuis hebben, hè?
maakt zulke lekkere cappuccino. Ja, weet je wat dat kost, zo'n koffiemachine? Ja, dat is... Maar er zijn mensen die schaffen hem aan, die gebruiken hem bijna niet. Koffiemachine staat bijna op 100. Het staat op Facebook. Dimmi. En de bestellingen stromen binnen. Hoe mooi is dat? Si. Media de morcilla. Si. Y un alpujarreño. Kijk eens aan. Algo más? No, ya está. Dimmi tu nombre. Cristina. Cristina, tu puedo andar. Daniel, die smeert even vakkundig. Nee, ik pak zo nog een keer in. Het is net stukken, hè? Met de harde boter, hoor. Zo. Oh, ik heb al trek. Ja, vanavond. Oh, daar gaat hij, hoor. Wanneer? Wanneer? Oh, lekker. Geniet ervan. En ik heb, die is voor jou, Deen. Met dat D erop, soort van. Er zit weinig boter op. Oh, kijk, dat is een liefje. Cigaretto erin, prima, hoor, toch? Het ontbijt is alweer naar binnen gewerkt. We hebben allemaal even een stukje ontbijtkoek gegeten en een koffie. Remy die is even aan het helpen met een bestelformulier aan het maken voor Paco voor de bestellingen. Dat als ze dan bellen, dan kan hij gewoon het adres in opschrijven en wat ze willen hebben. Dus ik ga nu naar de keuken. Dan ga ik Vanny filmen. Die werkt hier altijd in de keuken. En dan kunnen we een mooie video gaan maken. Lekker. Aceite. Aoli. Oh. Ik krijg er gewoon helemaal honger van al dat filmen. Ik zeg. Anders ik wel. Ik heb net ontbijtkoek op, maar ik heb nu al zin in een stukje vlees. Ja, dat is alweer een half uur geleden, ontbijtkoek. Wat mij ook opvalt hier, is dat alles zo mooi schoon is. Als je hier die afzuigkap ziet, je haar kun je erin kammen. Zo blinkt hij. Ik kan natuurlijk niet de hele tijd filmen, want ze moet af en toe ook tussendoor even wat andere dingen klaarmaken. Dus mijn vader is maar begonnen met een aantal gatjes schoonmaken. Want die hadden we ergens voor nodig? Of? Oh ja, hier gaan de bestellingen in. Dus de mensen dus iets hebben besteld en die gaat dan vaak weer wegbrengen, dan doet hij ze hierin. Deze stonden in de bodega en die waren dus gebruikt voor de druiven. Zie je ook nog een beetje. Er zit een beetje soort van, kijk, je kunt het zien. Nog oude delen van druiven op. Dus ik ga het even allemaal schoonmaken. En ik ben aan het wachten tot ik een stukje kan filmen. De oven aan doen. Oh, nou dan ga ik weer filmen. Demi is met een bloedvaart naar beneden gereden om onze eigen printer op te halen. Nou doet hij even een testdingetje eruit. Die gaat veel sneller. En die gaat veel sneller. En dat is allemaal, we hebben het geordend voor Paco. Mooie bestelformulieren gemaakt. Dit gaat hopelijk iets sneller. Ja, maar hij gaat gewoon achter elkaar door, weet je. Je hoeft er niet op te letten. Net moest ik gewoon alles elke keer indrukken. En het papier recht vasthouden. Ja. En nu print hij het gewoon vanzelf uit. Heel makkelijk via de telefoon, wifi, naar dat ding versturen. Maar heb je weer pedido's erboven? Oh, Pueblo. Aha, kijk eens hoe netjes je dat alweer zo snel hebt aangepast. Jezus. Dat is wel goed, toch? Ja. We hebben geteld en Paco heeft dus 19 kratjes nodig. Hier staan er al een paar. Hier gedien nog. Weer aan het schoonmaken met haast, want we hebben net gehoord dat we om half twee... Moeten ze weg, dus we moeten om half twee alles ingepakt hebben en klaar. Dus er moeten nog een paar kratten verzameld worden. Dus ik denk dat ik ook maar even ga kijken waar er nog kratten zijn. Rij je even mee, even kratjes halen? Ja. Waar gaan we kratjes halen? In de bodega. Ja, echt? Hebben we nou zoveel geluk? Nee. Zo snel de sleutel gevonden. Jezus. Zo snel kan het gaan. Ja. In de auto. En dan kunnen deze ook schoongemaakt worden. Want het is natuurlijk wel zo lekker fris als je eten besteld krijgt. Dat het in schone kratjes komt. Dat is niet zeker dus. Dus het kan achterin. En dan kunnen we terug. Ik in één kratje. Ja, handig hè? Goed overzicht. En dan komt het bonnetje in. Dan kunnen we vast oefenen voor als hij in het ziekenhuis ligt. Want dan moeten wij het doen. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ja. We zijn er bijna.
alweer. We hebben weer een klusje voor Jurg. Ik zei net een klusje voor Jurg, maar jij hebt nu het mooie schort aan. Want we moeten natuurlijk opschieten, want we hebben haast. Ja, maar het is ook best wel natuurlijk niet zo heel lang tijd meer. Dus Jurg droogt er dan af. En Lies moet je dan schoonmaken. En ik ga weer eventjes onderweg. Want Paco die heeft tasjes nodig voor de bestelling om het in te doen. Dus die ga ik eventjes ophalen. En dat is helemaal in Overnon. Dus een stukje rij, maar super mooi uitzicht. Dus we gaan even die kant op. De bestellingen die gaan muy rápido. Keihard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Ratten zijn allemaal schoon om de bestelling in te doen. Te filmen al dit. Het gaat zo snel. Ja, niet normaal hè? Ja. Yo solamente necesito uno. Un poco tranquilo, despacio. Ese pidió a su caja con su ticket. Con su ticket fixo. Choto, ¿dónde pone Choto? ¿Vale? Manteles rojos tenemos la cocina. Saldura. Ja, Daniel legt alles vast. Ja. Voor het promotiefilmpje. Lies is alle voorbereidingen te doen. Op de deksels staan alle bestellingen wat erin moet komen. In die zilveren bakjes. Ze wou niet filmen binnen, maar ik heb ze. Dus ik ga nu weer snel terug. Ja. Het is even stress in de keuken, want de tasjes zijn op en Demi is onderweg. Want dit moet in de kratten. Dus de bakjes gaan in de zakjes. En dan gaan ze in de kratten. En hier staan alle kratten, bestellingen, te wachten om weggebracht te worden. Dus het is wachten op Demi, dan kunnen we verder. Ik loop even naar buiten en dan, oh wat een weertje jongens, niet normaal hè, moet je eens kijken. Het is strak blauwe lucht, nou daar zijn dan een paar kleine wolkjes. Kijk, de honden lopen ook gewoon lekker buiten. Het is echt super weer, oh Paco die komt al met een aantal bestellingen buiten. Maar gooi naar de sol. Ja. Hier zitten alle bestellingen in. Ik moet even opletten dat de honden niet aan de bestellingen gaan zitten, want die staan ook hier. Hey. Nee, hup. Ga daarheen. Hup, lopen. We zitten dus wachten op Demi. Want Demi die is naar Overnon toe gereden voor plastic tasjes. Want er komen plastic tasjes tekort voor de bestellingen. Dus iedereen zit te wachten van, waar is Demi, waar is Demi? Demi moet hierheen komen. Dus die is onderweg hier naartoe. Ik denk zo snel mogelijk. Want ze was dit ook al gebeld. Paco die denkt gewoon van die bestellingen die ga ik gewoon in de zon zetten. Dan blijft het een beetje warm. Ja, daar is ze. Dat zul je er hebben. Vielen in het dorp. Vielen in het dorp, zegt ze. Ja, inladen die handel. Oh, open. Atrao ahí. No, aquí atrás. La caja atrás. Jamón y vino ahí, la caja aquí. Kun je het niet vinden? Nee. Ik ben één keer volgens mij in het dorp geweest, ik weet het niet eens. En ik dacht, is het nou? Natuurlijk geen hond op straat. Dus ik rende door die hele wijk kijken of ik iemand kon vinden. Toen had ik eindelijk iemand gevonden. Toen zei ik, waar is het? Zei die moet je hier die kant op en dan ga je daar naar boven en dan is het daar links. Oh. Ik dacht, moest ik weer terugrennen. Waar is dat? Waar is dat? Staat dan. Burgertje. Ah, wel. Nou, de bus raakt al aardig vol. Volgens mij zijn er nog meer bestellingen binnen. Die gaat hij dus zometeen allemaal ook dus persoonlijk afleveren. Dankzij Demi hebben we tasjes. Ik wil nog wat vertellen. Ik kwam daar dus in die winkel aan. En toen zei ik dat ik twee zakken van tasjes nodig had, wit. En toen zei ze, Nou, daar weet ik niks van. Er stonden natuurlijk ook alweer drie mensen voor me. En toen zei ik, mag ik even snel vragen?
Toen zei ze, daar weet ik niks van. Dus ik dacht, ja, schiet hem maar op. Ik moet ook schieten, want ik heb haar. En zei ze, ja, ga ik even achterkijken. Dan dacht ik, oké. Okay. Duurt lang. Elisa heeft al alles gesneden hier voor de hutspot. Mis alleen nog aardappels erin? Ja, die moeten we nu gaan koken. Los patatas. Quartos. Los patatas. Want er wordt ook ondertussen nog lekker natuurlijk de hutspot gemaakt. En dan ga ik nu het gehakt maken. Met gehakt. En gehaktkruiden. Paneermeel hebben we even in deze gedaan. We hebben gehakt kruiden. De eieren. En de eieren. Twee of drie? Twee is genoeg. Twee, oké. Ga zitten. Stokjes maken. Lekker kipsatee. Dat kennen ze hier helemaal niet, hè? Nee. Wij denken super makkelijk, heel lekker. Net als met die gehaktballen, super makkelijk. Ja. Maar ze kennen het hier helemaal niet. Dus dat gaan we eens even uitleggen. Hoe lekker het allemaal is. Het ziet er ook wel lekker uit, dit. Heerlijk. Ik zit dus bij Paco in de auto en we zijn onderweg naar onze eerste bestelling. We hebben net alle bestellingen natuurlijk ingeladen in de bus. En we zijn nu onderweg naar Lamamola. En dan gaan we daar de eerste bestellingen afgooien. Buena. Soy Paco. Me había hecho un pedido, ¿no? Tu Paolo. We zijn op de eerste plek aangekomen. En dit is bij Gippy. Hola. Nou, deze mensen die hebben dus iets besteld. Kijk. Daar gaat het eten. Zo, dit is ook wel een mooie plek om te wonen. Moet je eens even kijken wat een uitzicht je hier hebt. Dus nou, die mensen die hebben ook alweer een eten gekregen. Dus we gaan nu weer door naar de volgende bestelling. Hey. Hey. Wat heb jij? Bestellingen. Nog meer? Ja, gooi maar bij Paco achterin. Nou, hier zijn we bij de volgende bestelling. En mijn vader is er toevallig ook bij, want we hadden dus nog meer nodig. Dus hij levert weer een bestelling af. Dan gaan we weer door naar de volgende. Waar ga jij heen? Ik rij even langs huis, denk ik. Naar boven en de honden uitlaten. Oh ja. En dan... Ja, is goed. Zo boven. Is goed. We hebben nog maar paard, toch? Ja, 4 of 5 volgens mij. En we hebben nog net al wat ook bij de zus afgegeven. Oh, van Paco. Ja. Dus... Maar volgens mij, dit is allemaal Lamamola, toch? Dit is allemaal Lamamola, ja. Precies, en nog een paar. Dan slaat ik even de hondjes uit en dan... Is goed. Zie ik dat we dan gaan eten. Ja, zie ik je zo. Tot zo. Yo. Nou, we zijn aangekomen bij de laatste bestelling. Dan moet je weer eens even kijken. Hoe mooi, gewoon aan het strand. Nou, deze meneer die had ook wat besteld. Dit is de laatste bestelling en het waren er 18 in totaal. We hebben ook wat aan zijn zus afgegeven, zoals ik net al zei. Dat scheelde Paco heel veel tijd. Die heeft dus meer rondgebracht in Castel. Dus dat is waar we straks ook waren. Dus ik denk dat we nu weer terug naar boven gaan naar Hazdalino. We gaan zelf wat eten. Zit je hier te wachten op je eten? Nou, dan krijg je een fles wijn mee. Plastic fles. Wat een service ook eigenlijk, hè? Zo, lekker! En hier? Nou, we gaan stampen. Kijken of het lukt. Niet zo eentje zoals we in Nederland hebben, hè? Nee. Stampen. We zijn weer gearriveerd in Hazdalino. Ik heb echt ondertussen ook wel echt honger gekregen. Niet normaal, want ik heb ook nog helemaal niet geluncht. Oh. En de rest is hier binnen. Oh. Ah, hoe is het hier? Hoor je me nog? Oh. Jongens, die komen allemaal binnen. Dus oh man, nee. Lukt er van je welste mee. Ja, het jongen, hé. Oh. Misselijk? Ja, wel een beetje, ja. Klein beetje. Ik loop even de keuken in. Kijk eens wat we hier hebben. Kipsatee. De kipsatee. En ik heb hier ook nog een paar echte gehaktballen. Nederlandse gehaktballen. En wat is dit? Hutspot! Ja, dat is lekker. Dit vind ik. Hier hou ik dus helemaal niet van. En wat hebben we hier? Oh, nog meer gehaktballen. Lekker man. Lekker hè? Dus jullie zijn lekker bezig met alle Nederlandse.
Fanny wil even tegen ons zeggen dat ze heel blij was dat wij er allemaal waren vandaag. Anders hadden we het niet geregeld. Wij werken al, joh. We delen met de bestelling. Kijk eens, satésaus. Dat is die satésaus die we natuurlijk in Nederland hadden gehaald. En? Ja, ging hartstikke goed. Het was echt wel mega druk. Tenminste druk, snel ging het allemaal. Hij springt de paard erin. Zo, niet normaal. We kan paard rijden. Laat ik maar niet zeggen wat hij allemaal deed. Maar hij maakt backflips in de auto. Hè? Hij maakt backflips in de auto. Ja, soort van. Als eten al tijd van. Ja, het eten kwam eigenlijk niet op tijd. En we waren eigenlijk veel te laat. Maar de mensen waren wel blij dat we allemaal het eten kwamen brengen. En het was ook allemaal warm. Dus dat was gewoon. Ja, dan, ja dus dan is het goed. Sí. Pero no. Hoe zeg je dat? Sí. 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 Volgende keer moet het toch even iets beter geregeld worden. Ja. Want er was nu wel heel veel bestellingen in één keer. Ja. Vorige week hadden ze er maar 7. En nu 20. Oh, waren er 20? Ik dacht 18. 20. Oké. Okay. Ondertussen pak ik even een patatje, want ik sterf van de honger. Kijk, sterf van de honger. Moet je kijken wat we hier hebben liggen. Pan de gamba. Ook niet te vergeten. Groepboek. Kijk eens even. Pan de gamba. Pan de gamba. Pan de gamba. Oh, nou. Zo zeg ik dus in het Spaans. Garnalenbrood in het Nederlands. Garnalenbrood? Is er niet het groepboek van garnalen gemaakt? Nee. Oh, dat wist ik niet. Nou, dus die komt bij de saté, neem ik aan, ja, toch? Ja. Die patata frita van de Nemo, toch? En de... Akemas? Zie? Zie ik hier. Hoe heet dit nou ook alweer? Hutspot. Hutspot, die is klaar. Nou. Met wortelen, uien. Het ruikt wel lekker, moet ik zeggen, maar ik zou het toch niet eten. Kijk eens wat we daar hebben. Nou, laat die hutspot maar daar helemaal achteraan staan. Nee, zit Hollandse maaltijd in Hazeldrino. Ik weet dat Demi die gehaktballen echt mega lekker kan maken. Zo. Ze zijn ook zo mooi rond, hè? Ja, dikke bolle jongen. Kijk eens, hier die hutspot. Ja, die eet ik alleen maar. Er zijn weinig kostgaarners denk ik hiervoor. En misschien lust Paco het wel. Ja. Ja, nou ja, Paco is ook echt een echte boer, hè? Baan, hè? Ah. Iedereen zit er met z'n tweeën en ik zit er met hutspot. Ja. Ah ja, jij bent echt Hollander, hè? Gehaktbal doen we straks nog. Weet je, ze hebben ook gewoon nog een gehaktbal erbij. Waarom niet? Ja. Ja. Wij gaan even van deze heerlijke maaltijd genieten. Jongens, eet smakelijk. Aproveche, Fanny. Gracias, igualmente. Ja. Wij gaan alvast naar beneden. Nou, we zien jullie zo. Tot zo. Helemaal vol gevreten van het eten. Mooi, mooie dag, hè? Ja, toch? Ja, 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 ja. Was het lekker? Hallo, Nosse. Was het lekker? Is ook hè? Ja, 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 ja. Was het lekker? Ja, ja. Het was lekker, nou, je hoort het. Wij gaan alvast. Ja, we zien jullie straks. We zien jullie zo. Tot zo. Zo. Doei. Adio. Adio. Bye. 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 Mañana nos vemos. Sí. Mañana no. Mañana yo médico. Ah, médico. Lunes, martes, miércoles, PCR, prueba de máquina. Hasta miércoles por la tarde no vuelvo. Ah, ok, vale. Bueno. Hasta jueves, entonces. Y el jueves ya empezamos otra vez. Sí. Me mandas tú cuando tengas eso, tú me escribes. Dice, Paco, ready. Paco, ready. Bueno. Adiós. Adios. En nu? En nu op naar huis. Ja, want ik moet ook nog de video editen. Ik moet ook nog de video van Paco editen. Dus ik ben nog wel even bezig vanavond. Dat dacht ik al. Hey, daar hebben we... Spinoza. Die komt altijd zonder schoenen. Ja, in zijn korte broek. In zijn korte broek. Op zijn blote voeten. Ja. Komt altijd hier wat drinken. Wij gaan nu naar huis. Moet je dat toch eens zien, dat uitzicht. En we hebben een hele wolkendek, zie je dat? Ja, heel lang van wolken. Ja, alsof je er zo in kan ploffen, hè? Of je er overheen kan rennen. Ja, het ziet er zo zacht uit. Helemaal daar zo. Aan de kant van de ploppers. Ja, daar zo, ja. Die zie je dan.
zijn weer thuis. En ik zit aan de vlog. Maar niet alleen ik zit aan de vlog. We zijn nog niet thuis en jullie zijn alweer bezig met de bestellingen. Ja, zijn er zoveel. Ja, dus lieve mensen, als je nog iets wilt bestellen... Doe het dan snel. Doe het dan heel snel. Want we hebben niet meer plek dan in de bus en in onze caddy. Nee, het gaat echt heel snel. Helemaal gaar. Zijn jullie moe? Ja. Ik wil een beetje... Nou, zal ik een douche naar bed? Willen jullie dan de vlog van mij even afsluiten? Tuurlijk. Nou, vond je deze video nou leuk? Duimpjes omhoog. Oh, de pen valt. Papo die komt er ook even bij kijken. Die zegt, doe wel eventjes abonneren hier beneden. Heel belangrijk. En een hele leuke reactie natuurlijk. En dan... Zien we jullie morgen weer. Ja, en snel bestellen. Ja. Vergeet niet te bestellen. Zeg maar van. Doei! Doei!